Vandaag duik ik de Indische keuken in. Ik ga samosas maken. Dat zijn gevulde deegflapjes die ideaal zijn als aperitief of als voorgerecht. Ik ga beginnen met curryolie te maken. Voor die olie heb ik nodig currypoeder, druivenpitolie. Druivenpitolie is eigenlijk een heel neutrale olie, dus dat kan je perfect gebruiken om dingen mee te parfumeren. Het beste is om die dan lichtjes op te warmen. Nu, ik begin hiermee omdat ik die straks nodig heb om mijn groentjes in aan te stoven. Dus die curryolie heeft dan een hele fijne smaak eraan. Eenmaal dat je die hebt gemaakt, kan je die natuurlijk ook wel enkele maanden bewaren in de koelkast. Even mengen en dan gewoon zachtjes laten opwarmen op het vuur totdat die druivenpitolie net warm genoeg is. En dan gaan we die olie zeven, dan houden we enkel de mooie kleur over. Voilà, dan ga ik nu nog een kruidenolie maken met allemaal specerijen. En daarin ga ik dan de aubergines bakken. Nu zo, de Indische keuken, die gebruiken ongelooflijk veel verschillende kruidenmengelingen. Enkele bekendere kruiden zijn dan korianderzaad. Een beetje komijnzaad. Venkelzaadjes, geeft ook een heel frisse smaak. Ik heb die kruiden op voorhand lichtjes geroosterd in een pan. Dan geven die nog meer smaak af. Ik ga er ook een stukje citroenschil bij doen. In die zesten, in de schil van de citroen, zitten allemaal etherische oliën. Dus met dat mee te pletten in de vijzel komt dat allemaal vrij en dan heb je echt zo'n heel mooi citroenachtig parfum. Ah, met die kruiden fijn te stampen heb je ineens al die geuren die zo naar je komen. Dat is ongelooflijk. Nu hier ga ik gewoon een beetje olijfolie bij doen. Olie neemt echt alle smaken op. En nadien kan die dan terug afgeven aan de groenten waar je ze mee gaat bakken. Voilà, dat zet ik nu eventjes apart. Ga ik nu mijn aubergine schillen. Die aubergines die gaan de basis vormen van mijn vulling voor de samosas. Nu, de aubergine heeft ook als grote voordeel, omdat het eigenlijk zo sponsachtig van structuur is, dat het heel veel smaken kan opnemen. Voilà, nu ga ik mijn specerijenolie over de aubergines druppelen. Dan kunnen die smaken er al een beetje in trekken. Die ga ik zelfs bakken, maar nu ga ik eerst de curryolie passeren. Voilà, neem een fijne zeef en een doek. Uiteraard niet de mooiste keukendoek voor gebruiken. En dan ga ik die gewoon door de zeef gieten. En die ga ik nu mooi laten uitlekken. Neem ik al een pan voor mijn aubergine te bakken. Nu heb ik hier al olie in zitten, dus ik hoef hier geen extra olie te gebruiken in de pan. Voilà, nu laten we die aubergine gewoon rustig aanstoven tot ze helemaal gaar en zacht zijn. En ga ik nu een tomatenkompot maken. Eerst ga ik mijn tomaten pellen. Ik heb ondertussen al een pan met kokend water op het vuur staan. Ik neem de pitjes uit de tomaten. Maak een kruisje aan de onderzijde. Nu, voor deze bereiding, voor die tomatenkompot, gebruik ik eigenlijk heel graag van die pruimtomaten, oftewel Roma-tomaten wel genoemd. Die hebben echt veel smaak en zijn ideaal voor sauzen te maken. Neem alvast een schaal ijskoud water klaar. En hier ga ik dan mijn tomaten in laten schrikken. Die tomaten gaan ongeveer 10 seconden in het kokende water. Voilà, dat is eigenlijk de beste truc om tomaatjes eenvoudig te kunnen pellen.
Tomaten ga ik in vier snijden en de zaadlijsten die ga ik bijhouden. Ik snijd ze in kleine blokken. Teentje knoflook. Neem een pan. Hierin ga ik een klein beetje van mijn curryolie in opwarmen. Knoflook erbij. Eventjes de knoflook aanfruiten. En dan gaan die tomaten erbij. Voilà, de aubergines zijn nu mooi gebakken. Dan ga ik daar oranje linzen aan toevoegen. Die linzen die zorgen voor de binding. En ook heel mooi van kleur. Je hebt verschillende soorten linzen. Je hebt zwarte, groene, gele. Maar die oranje zijn eigenlijk ook wel best snel klaar. En daarom zijn die ook ideaal voor dit recept. Om die linzen een beetje te bevochtigen gebruik ik nu het vocht van die tomaten. Heel vaak wordt dat weggegooid, maar je ziet, je kan het eigenlijk nog perfect gebruiken voor bouillons of voor als saus, extra smaakmaker. En nu laat je dat gewoon allemaal sudderen tot die linzen gaar zijn. Voilà, de vulling is klaar. Die laat ik nu eventjes afkoelen. En dan ga ik ondertussen mijn brikvellen al nemen. Brikdeeg is echt een heel fijn deeg, heel dun en het droogt snel uit, dus best de overige brikvellen onder een vochtig doek houden. Plooi de onderste helft naar boven toe en dan heb ik een rechthoekige vorm. Aan één kant leg ik wat van de vulling. Ik plooi de punt over de vulling heen, zodat ik eigenlijk al een driehoekige vorm heb. En dan is het gewoon opplooien. Het laatste stukje plooi ik nog eens één keer om en hou ik tegen door de samosa zo op zijn kant te laten liggen. Dan ga ik nu de samosa's bakken. Dat mag op een vrij hoog vuur. Scheutje arachideolie. Ik gebruik altijd arachideolie om te bakken, omdat die tegen hogere temperaturen bestand is. Als de pan warm is, dan leggen we de samosa's erin. Ik leg ze zo dicht mogelijk tegen elkaar. Zo komt de olie ook een klein beetje naar boven en gaan de zijkanten ook mee mooi bruin worden. Voilà. De tomatencompot is ondertussen ook klaar. Die is mooi ingekookt. Dan ga ik die nog afwerken. Gewoon nog een beetje peper en zout. Die tomatencompot kan je op voorhand maken, maar ik heb die het liefste dat die zo lauw is. Dus ik ga die nu eventjes nog een beetje laten afkoelen. Mogen zo echt lichtbruin gebakken zijn en ook dat de vulling binnenin goed warm is. Samosa's zijn mooi goudbruin gebakken. Laten we die uitlekken op een beetje keukenpapier. En als laatste stap ga ik mijn tomatencompot nog afwerken met vers gehakte dragon. Geeft ook weer zo'n heel frisse en fijne smaak. Voilà, ben ik klaar om te dresseren.
een beetje van die tomatencompot. En dat ga ik nog afwerken met 2 sprietjes gefruite spaghetti. Die heb ik al eerder gemaakt. Dat is eigenlijk gewoon spaghetti sliertjes eventjes in een hete pan met olie tot ze goudbruin zijn. Een takje verse dragon. En tot slot nog een beetje van mijn curryolie rondgedruppeld. Voilà, samosa van aubergine met oranje linzen en een tomatencompot met curry. Smakelijk!